mijn lievelingsrecept. Bietjes met burrata. Let's go! Ik ruik het al. We kunnen wel wat hulp gebruiken. We gaan een gerecht maken. Van bietjes. En ik wil wat amandelen geroosterd hebben. Dat kan ik op de barbecue doen, maar ik zie dat je daar een heel handig pitje hebt. Bietjes op de barbecue. Je begint altijd met een dressing met een beetje mosterd of een eidooitje. Dan ga je je zuren toevoegen. Een beetje rode wijnazijn en een beetje witte wijnazijn. Nog niet af. Een beetje sinaasappelsap erbij. Hoe gaan de mandeltjes? Ja, goed. Kijk, wil je proeven? Mooi is zuur. Je proeft die framboos, ja. Sinaasappel. Dus ook weer, wat ik net al zei, alle ingrediënten moet je proeven. Dan gaan we segmentjes van sinaasappel erbij doen. Oh, ja. Kijk. Jeetje. Ga ik de bietjes eruit halen. Een beetje grove stukken snijden. En alles erin? Alles erbij. Dan gaan we wat kruiden erin, hier mooie basilicum, hè? Die blaadjes zo'n beetje. Dan de burrata, die verdeel je mooi over de salade. Nou, twee is genoeg, zie ik. De amandeltjes wil ik hebben. Lekker eroverheen. En zo heb je eigenlijk weer in een kwartier een heel mooi gerecht gemaakt. Alsjeblieft. Heel goed. Tevreden? Super.